Hey Bart Valken hier, hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 12. Alweer en in deze video ga ik je laten zien hoe jij objecten willekeurig kan plaatsen. Want in de vorige video's hebben we gezien schalen draaien, verplaatsen en uh, Shift S, Snap en punt en komma en alles. Maar deze keer gaan we de computer aan het werk zetten om de computer te laten beslissen waar alles terecht moet komen. Random oftewel willekeurig. Zet alle aliens in de UFO. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou: ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Het Engelse woord voor willekeurig is random. En eigenlijk is de mens helemaal niet zo goed in willekeurig. Wij denken, oh ik zet het een beetje daar, daar, daar en daar neer. Maar uiteindelijk zijn we toch altijd weer geneigd naar een bepaalde structuur of denken dat het willekeurig doen, maar helemaal niet zo is. En beter gebruik je daar de computer voor. En wat kun je dan willekeurig doen? Natuurlijk de schaalrotatie en positie. En het is een goede gelegenheid om je even iets nieuws te leren. Namelijk een tijdelijk menu onderin. Genoeg gepraat, we gaan gelijk aan de slag doen. En zet alle aliens. In de UFO. En uh, dit is het verhaal. Oh nee, alle aliens zijn uit een UFO. Vraag me niet waarom. Maar het is gewoon zo. <laughs> Heel simpel. Wij gaan al deze aliens in de UFO zetten. En zorgen dat ze allemaal een beetje een andere kant op kijken. Verschillende grootte hebben en verschillende positie. En dat doe je dus met willekeurig transformeren. En om je goed te kunnen laten zien uh, dat het echt willekeurig is. Heb ik eerst de aliens even gewoon in een. Uh, Raster gezet, zo een beetje zo netjes uh, naast elkaar. Dus ik kijk, allemaal dezelfde kant op. Alright, als ik ze allemaal selecteer, ga ik hierboven naar Object. En ik zal een beetje inzoomen. En hier vind je Transform. En daar een heleboel dingen. En op het ene laatste vind je Randomize Transform. En als je dan kijkt, dan vind je hier opeens een tijdelijk menuutje. En dit is een menu waar je allerlei dingen kan instellingen. Instellen, instellingen, waar je allerlei dingen kan instellen. Maar het menuutje is weg in de instellingen, dus ook op het moment dat je een andere actie uitvoert. Kijk, ik zal het even laten zien. Ik pak bijvoorbeeld deze alien en ik ga hem een beetje verplaatsen. En hop, dan krijg ik opeens het tijdelijke move-minuutje. En hier kan je dan wat logische instellingen doen, zoals een beetje verplaatsen en wat andere dingetjes. Dus uh, ja, dat kan dus. Maar op het moment dat ik uh, deze alien pak en ik ga hem roteren, dan krijg je hier het rotate-tijdelijk menuutje. En dat is weg als je weer een andere actie uitvoert dus uh, ja dan weet je dat dat het een extra uh, tijdelijk minuutje is kijk je hebt natuurlijk het uh, T-menu aan deze kant en het M-menu aan deze kant en die boven minuutjes maar als je een actie uitvoert heb je ook hier een tijdelijk minuutje met extra instellingen die verdwijnt als je weer een andere actie doet nou in deze video dus de actie randomize transform vind je dus bij object transform. Ik zei het al, en hier randomize transform. Als ik dat doe, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Dan krijg ik hier het randomize transform menu. right, je vindt hier locatie, rotatie en schaal. En Standaard staan de locatie op 0, de rotaties op 0 en de schaal op 1. Eigenlijk ook weer logisch dat die schaal op 1 staat. Weet je nog van het toepassen van je transformaties? Met Ctrl A moet die schaal altijd op 1 zijn. Nou, anyways. Veel leuker is om gewoon te kijken wat er gebeurt. Het vinkje van randomize location staat aan. Als ik dan op locatie x ga sluiten, dan zul je zien dat hij dus de aliens gaat verplaatsen over de x-as. Maar niet alle aliens evenveel. Oftewel lekker willekeurig. En als ik dat ook over de x en de y en de z-as doe, alle drie, dan zul je zien dat hij ze dus random gaat verplaatsen door de ruimte heen. En dat kan je ook doen voor de x-rotatie en de y-rotatie en de z-rotatie. Hij roteert. Draait de aliens, maar niet elke alien evenveel. En uh, welke dat dan, uh, welke die wanneer je hoeveel uh, doet en zo, dat doet hij dus willekeurig bepalen. En daar is een computer heel erg goed in. En wat je ook kan doen is uh, schalen. En je hebt hier een vinkje voor scale even. En dan uh, heeft alleen deze bovenste slider effect. Kijk, je ziet dat aliens groter worden. Over alle assen. De x, de y en de z. Dus ze behouden gewoon een vorm. Eigenlijk Ze worden gewoon groter. En ja, het is natuurlijk randomize. Dat betekent dat niet elke alien even groot wordt als de ander. Ze krijgen allemaal een willekeurige grootte. Ik kan ook het uh, vinkje uitzetten. En dan zul je zien dat die assen wel dus gaan meetellen. Dat die bijvoorbeeld nu in de y-as gaat die random schalen. Nu in de z-as random schalen. En nu. In de x als random schalen, maar goed, dan krijg je dus hele misvormde aliens van. Dus ik zet hem gauw weer op scale even. En ik zet deze gewoon voor mijn eigen gemoedsrust, maar weer eventjes op 1. En hij kan ze klein beetje zo, beetje, beetje randomize schaling meegeven. Als ik dan wegklik. Bam, is dat minuutje opeens verdwenen? Oh nee, oh nee, oh nee. Kan ik dat dan ook weer ongedaan maken? Natuurlijk met Ctrl-Z, maar weet je ook nog dat je met Alt de boel ongedaan kan maken? En als ik bijvoorbeeld op Alt-S druk, dan zul je zien dat de schaling weer teruggaat. En als ik op Alt-R druk, dan gaat de rotatie weer terug. Maar let op, als ik op Alt-G druk, dan ga ik de transformatie terugzetten. En dat betekent dat ze allemaal hier bij elkaar op één locatie eindigen in de World Origin. Dus dat is niet echt iets wat je wil. Dus ik ga gauw eventjes Ctrl-Z om het weer even ongedaan te maken. Goed, tijd voor de doelopdracht. Hoe gaan we die aliens... In de UFO krijg ik dat. Doe je natuurlijk met het Shift S Snap menu. Kunnen misschien iets doen met die 3D-cursor? Shift rechts klik om die 3D-cursor te plaatsen. Dat is allemaal heel leuk en aardig, maar die 3D-cursor komt alleen maar terecht op de buitenkant van de UFO. Maar ik wil juist dat die aan de binnenkant gaat. Hm, even kijken hoor. Hé, hey, wat ik ook zie is dat het origin-punt van deze UFO bevindt zich ook in het midden. Dus we gaan niet die 3D-cursor gebruiken, maar bijvoorbeeld selection to active. Yes! Ik ga de, al deze. Aliens selecteren. En ook met shift-klik de Ufo. En wat je dan uh, ziet, dus met Shift en links klikken en dan de bol selecteren, dat weet je wel. Maar wat je nu ziet is dat deze Ufo het actief geselecteerde object is. Kijk, al die aliens zijn wat rooier geselecteerd. Maar de Ufo is wat gele geselecteerd. Of oranje, whatever. Je ziet in ieder geval lichter. De Ufo is nu het actief geselecteerde object. Is dat niet het geval? Dan kun je altijd uh, switchen door Shift-Links klikken. Kijk, ik kan zo een uh, andere. Alien kiezen, die dan het actief geselecteerde object wordt. Maar zorg dat de ufo het actief geselecteerde object is. Genoeg gepraat met Shift-S, ga je dan naar Selection to Active. En hoppakee, alle aliens zitten in de ufo, maar oh nee, oh nee, oh nee. Moet je kijken, ze bevinden zich allemaal op één plek. En Blender heeft daar grote moeite mee. Moet je kijken, hij glitcht als een malle. En het komt omdat er allerlei geometry... Uh, op dezelfde 3D-locatie bevindt. En dan weet je dus niet hoe hij dat moet shaden. Oftewel de buitenkant moet weergeven. Dat is vreselijk lelijk. Dus tijd voor het trucje, namelijk wat je net hebt gezien. Um, Even al die aliens weer selecteren. Ga ik nu naar object. Transform. En dan randomize transform. Bam. Hoppakee. Je denkt, huh, is het dan in één keer al uh, gebeurd? Nou ja, eigenlijk wel. Want als je één keer deze getalletjes hebt ingevuld en je gaat dan nog een keertje die actie randomize transform uitvoeren, dan zal hij dus die actie nog een keer uitvoeren met deze ingestelde getallen. Had je daar maar rekening mee? Dat je er maar rekening mee houdt. Maar op zich staan ze nu allemaal behoorlijk random zo in de UFO. En dan kan ik dat nog een beetje. Beetje aanpassen. Het is echt een dolle boel hier bij deze aliens. Want ze zijn helemaal door elkaar geklutst in de ufo. Moeten ze maar niet de planeet proberen te veroveren. Yes? Dus um, elke keer als je dus randomized transform uitvoert. Dan zal hij dat dus met deze getallen doen. En dan moet je af en toe daar een beetje mee spelen. Maar goed, het is je gelukt. Alle aliens zitten nu lekker gerandomized, getransformed. In de. Uvo, hartstikke goed gedaan. Alright, tijd voor de volgende video. Dan gaan we het dus hebben over. Oh, dit is de volgende video al. Oh, over deze scène collectie dingen. We hebben ze al best wel een keertje gebruikt. Maar het is best wel een heel belangrijk dingetje om even te weten. Dus in de volgende video meer over de Outliner. Ik zie je daar. Maak iets.